Welkom Stier bij jullie maandreading voor de maand maart 2022. Dit is een reading op het gebied van liefde, relaties, carrière, noem maar op. We gaan kijken welke energie er voor jullie uit wil komen, welke boodschap. Ik ga beginnen met de tea leaves te schudden. Ik heb de kaarten al voorgeschud. Stier, niet elke reading hoeft bij jou te resoneren. Dus kijk gewoon wat resoneert. Heb je nou zoiets van deze reading? Ja, dat is niet mijn reading. Dan bekijk ook eens je zon, je Venus, je ascendant of je maanteken. Zelf heb ik altijd veel aan de reading voor mijn ascendant. Daar komen heel veel herkenningspunten in naar voren. Kijk, de firecracker die vloog er al uit voor jullie. Dus er kan wat vuur ontstaan. Vurige situatie, opwinding wellicht. Universum, ik wil graag 3 boodschappen voor de stier voor de maand maart. Ja, dankjewel. 2022. Welke boodschap mag eruit komen voor stier in de maand maart 2022 op het gebied van liefde, relaties, carrière, noem maar op. 2 kaarten nog alsjeblieft. Ja, dankjewel. Nog 1 kaart alsjeblieft voor de stier. Ja, dankjewel. Uit het volgende deck had ik ook graag 3 kaarten voor stier. Ik ga de kaarten eerst nog een keer schudden. We hebben teardrops die eruit vloog. Ik hoop niet dat dat resoneert. Verdriet, pijn, pijnlijke situaties. Universum, ik wil zo meteen 3 kaarten voor stier voor de maand maart 2022. Stier, op het gebied van liefde, relaties, vriendschappen, carrière, noem maar op. Nog 2 kaarten alsjeblieft voor de stier in maart 2022. Wat mag de stier verwachten in maart 2022? Dank u wel. Nog 1 kaart alsjeblieft voor de stier in maart 2022. Stier. Maart 2022. Ja, dank u wel. Stier, we hebben 6 kaarten. We gaan meteen kijken wat eruit is gekomen voor jullie. Als eerste hebben wij de deur. Kansen wachten op jou. Deuren wachten om te openen voor jou. We hebben een engel. Dit heeft te maken met spirituele bescherming. Bescherming tegen het kwaad. Dus je wordt beschermd, stier, op dit moment. Dan hebben we een bezem. Een nieuw huis. Een nieuwe houding. En het kan voor sommigen van jullie betekenen inderdaad dat je inderdaad gaat verhuizen, letterlijk. Maar dit kan ook te maken hebben met het opruimen van je huis. Het reinigen van je energie van je huis. Wat ook weer een leeg hoofd, een opgeruimd hoofd maakt. Rust in jezelf. Dan hebben we het konijn. De rabbit. En dit heeft te maken met je zorgen maken over concern with sexual matters. Over dingen die met het seksuele te maken hebben. Je maakt je zorgen. Of je bent te veel bezig met de passie, met het seksuele, met lust op de een of andere manier. Dat weten jullie zelf natuurlijk het beste, stier. Hoe dat resoneert. Dan hebben we heuvels. En de heuvels staan voor obstakels die overwonnen moeten worden. Dus je kunt nog voor wat obstakels komen te staan. En dan hebben we een gevulde stoel. Chair filled. Iemand, nieuw iemand, zal jouw leven binnenwandelen. Ik ben benieuwd. Ik wil graag nog een aantal boodschappen van de engelen voor stier. Voor de maand maart 2022. Welke engelenboodschap mag eruit komen voor de stier? Welke engelenboodschappen mogen we ontvangen? Dank u wel. Graag nog 2 engelenboodschappen voor stier. 2 engelenboodschappen voor stier. Ja, dank u wel. Ja. Wauw.
veelbelovende kaarten. Boodschappen die eruit zijn gekomen, stier. Als eerste hebben we een dietary change. Dus een verandering in je eetgewoontes, in je dieet. Dus improve your diet and your life will also improve. Dus ga gezonder leven, gezonder eten. Dan zal dit een uitwerking hebben op ja, de rest van je leven. Een positieve uitwerking. Een gezonder dieet. Dan hebben wij het huwelijk. The fairies join you in celebrating wedded bliss. Fairies, ja. De elfen, de, ja, een sprookje, hè, een fairy tale. De elfen, de engelen staan naast jou als het ware wanneer jij inderdaad een bruiloft viert. Dus er kan een bruiloft zijn. Dit kan voor sommigen jullie eigen bruiloft zijn die er aankomt. Of in ieder geval een bruiloft, een vieren met vrienden of familie. En of familie. Dan hebben we autumn. In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. Dus rondom de herfst, het herfstseizoen, zal alles samenkomen. En dan zul je inderdaad oogsten wat je gezaaid hebt. Dus je doelen zullen wellicht verwezenlijkt worden rondom de herfstperiode dit jaar. Als laatste kaart van de engelen hebben we practice, practice, practice. With daily practice you can polish your skills and talents and increase your confidence. Dus door dagelijks te oefenen kun je je talenten inderdaad, kun je groeien in je talenten. Beter worden in wat je al doet. En dit zal ook je zelfvertrouwen positief beïnvloeden. Oh, dan wil ik weer naar de tea leaves grijpen. Dat gaan we niet doen. We gaan kijken wat de tarot voor jullie heeft. En ik was jullie kaarten net aan het voorschudden. En er vloog uit de kelken 3 en de aas van kelken. Dus dat kan te maken hebben met nieuwe liefde. Of een kans die je gegeven wordt. Een deur die opent en die je heel veel geluk kan brengen. Een goed nieuws, iets om te vieren. Dus we gaan kijken of die kaarten er dadelijk weer uitkomen. Universum. Oh, nou. Deze kaart flipt meteen om, draait om. En dit is jullie eigen kaartstier. Dit is de stierkaart, de hoge priester. Universum, mag ik nog 2 kaarten voor de stier? Ja, dankjewel. Nog 1 kaart voor de stier. 1 kaart voor de stier. Voor de maand maart 2022. Dankjewel. Onder op het dek. De schildknaap van staven. Vuur, energie, ram, leeuw, boogschutter. Een mogelijkheid, inderdaad, kan het weer zijn. Een boodschap om iets nieuws te starten. Iets waar je heel veel passie voor voelt. Iets wat je graag doet. Iets waar je creativiteit in kwijt kan. Optimistisch kijken naar de toekomst. Een nieuwe start. Dus het kan zijn dat jullie dit bericht al binnen hebben gekregen. Of inderdaad, dit kan ook een bericht zijn in jezelf, een doel wat je jezelf stelt. Je wil een nieuw begin maken. Want we hebben die hoge priester, jullie eigen energie. Dus ik heb het gevoel, stier, dat je in je eigen kracht komt te staan. Aangezien dit de eerste kaart is die er voor jullie uitkwam. Tradities, waarden, normen. Dit heeft alles te maken met zingeving. De zingeving van het leven. Hoop. En geloof, vooral geloof. Dit is iemand die heel religieus of spiritueel kan zijn. Ook iemand die een goede mentor kan zijn voor anderen. Andere mensen kan helpen. En dit kan zelfs staan voor het huwelijk. We hebben hier een huwelijk liggen. Dus het kan zijn dat je inderdaad bezig bent geweest met zoeken naar de zingeving. Zingeving van het leven in het algemeen. Wat maakt mij gelukkig? Wat is mijn hogere plan met de hoge priester? En dat je inderdaad een nieuwe richting uit wil gaan of iets nieuws wil proberen met de schildknaap van staven. Je wil je passie volgen, voel ik hier heel sterk bij de hoge priester. En je kijkt positief naar de toekomst. Je hebt een afweging gemaakt met het oordeel. Het oordeel kan ook te maken hebben met het samenkomen
Het samenkomen met iemand uit het verleden, een connectie die je wellicht al had. Een nieuw begin maken. Stappen en ervaringen uit het verleden heb je opnieuw bekeken. En dit zijn lessen die je inderdaad meeneemt voor in de toekomst. Dit is ook begeleiding inderdaad vanuit je engelen. Op de kaart het oordeel zijn ook altijd engelen afgebeeld. En dit is inderdaad teruggaan. Teruggaan naar ervaringen, naar de lessen die geleerd zijn. En op basis daarvan inderdaad een oordeel maken over de situatie. En jouw eindoordeel, je beslissing, kan te maken hebben met het weglopen van een bepaald conflict. De kelke 8 als derde kaart voor jullie. Dit is inderdaad weglopen van conflict. En het gevoel hebben, ik moet nu een andere richting uit in mijn leven. Ik moet nu iets anders gaan doen. Het voelt als een roeping. Zeker met die hoge priester en het oordeel ernaast. Er moeten nu stappen gezet worden. Dus je draait je om. Je keert je rug naar de situatie. En je gaat een nieuwe... Ja, je kijkt naar de toekomst. En je gaat iets nieuws aan met de schildknaap van staven. Waarom ligt hier de schildknaap van staven voor stier? Ja, dank u wel. Nog één kaart voor de schildknaap van staven. Schildknaap van staven. En we hebben hier ook die bescherming, hè, van engelen. Je wordt beschermd tegen het kwaad. En met het oordeel inderdaad heb ik ook het gevoel dat je inderdaad beschermd wordt op dit moment, stier. De schildknaap van staven wordt verklaard door de magier. Dus ik heb het gevoel dat jullie al iets aan het manifesteren zijn. En dit heeft te maken inderdaad wederom met een einde. En dit kan een pijnlijk einde zijn. En je kunt inderdaad weer opnieuw willen starten met iemand waar een einde mee heeft plaatsgevonden. Maar het kan ook gewoon zijn het einde van een situatie en een geheel nieuwe start maken. Een geheel andere richting uitgaan. In ieder geval ben je hier al mee bezig. De magier verenigt het, ja, het hemelse met het aardse. Dit is iemand die heel intelligent is, iemand die heel planmatig te werk gaat, maar iemand die al actie onderneemt op een bepaalde situatie om zijn doel te bereiken. Dus het kan zijn dat jullie inderdaad je gebeden opzeggen naar God, mocht je inderdaad religieus zijn, of je affirmaties naar het universum uitspreekt op de een of andere manier. Dat kan ook door gedachtes zijn, visualiseren dat jij inderdaad al voor ogen hebt wat je wil bereiken. En dit heeft te maken met een pijnlijk einde. Voor sommigen van jullie kan het zijn dat jullie een einde aan het manifesteren zijn, zodat je een nieuwe start kunt maken met die schildknaap van staven. Dan komt jullie eigen energie eruit, de koningin van pentakels. Het kan ook dat jullie te maken hebben met een stier, maagd of steenbok. Het kan een moederlijke figuur zijn. Dit is iemand die heel zorgzaam is. Familie, vrienden, stabiliteit, zekerheid rondom het huis, rondom familie is heel belangrijk voor deze koningin. Dit is een koningin die eigenlijk, ja, alle ballen in de lucht houdt, zorgt dat het huis mooi eruit ziet, zorgt draagt voor de kinderen, zorgt dat er financiële stabiliteit is. Dus je kunt te maken hebben met iemand, interesse hebben in iemand. Dit kan iemand zijn waar je een nieuw begin mee wil maken en waar in het verleden wellicht een pijnlijk einde mee heeft plaatsgevonden. Maar dit kan ook je eigen energie zijn, inderdaad. En je aandacht hierop richten, op je gezin, op je financiële stabiliteit en praktische stappen zetten in die richting. Waarom ligt hier de hoge priester? Waarom ligt hier de hoge priester? En zoals ik al zei, net met het voorschudden van de kaart kwam deze al eruit. De aas van kelken. Een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid op geluk, op liefde. Het kan zijn dat je je wilt toewijden aan iemand met de hoge priester. Dat is een kaart van toewijding, commitment. En dan hebben we de kelken 6. Dus het kan inderdaad iemand zijn uit het verleden. Iemand waar je al herinneringen mee hebt gemaakt. En je denkt terug. Met deze kaart denk je op een positieve manier terug
aan herinneringen die je hebt aan deze persoon. Dit kan ook te maken hebben met een soulmate. Iemand waar je een contract mee hebt afgesloten uit een vorig leven. Dat kan ook deze persoon zijn, dat je echt een gevoel hebt. Deze persoon, er is een einde geweest met deze persoon, maar dit is mijn persoon. Ik voel zo'n sterke band naar deze persoon toe. Dit kon wel mijn soulmate zijn. Dit kan iemand zijn waar ik een toekomst mee kan opbouwen. Daarbij hebben we de toren. En de toren staat voor een onverwachte shake-up. Een ingrijpen van het universum in een situatie waar het nodig is. Dus een situatie die niet vooruit gaat. Die niet de juiste richting uitgaat. En de torenmoment kan ook een plotseling inzicht zijn. Wat jij krijgt door je intuïtie bijvoorbeeld. Waarom ligt die toren hier? Waarom ligt die toren hier voor de stier? Waarom ligt die toren? Waarom ligt die toren hier voor de stier? Ter verklaring van de hoge priester. Koningin van zwaarden. Schildknaap van pentakels. Weer ja, een goede mogelijkheid voor een nieuwe start. Iets wat stabiel zekerheid brengt. Het bekijken van de situatie tot in detail is dit. Ik heb het gevoel dat dit jullie energie is. En je kunt te maken hebben met een luchtteken. Tweeling, weegschaal, waterman. Of iemand die veel lucht in zijn sterrenbeeld heeft. Of in zijn karakter. Wellicht ook de eigenschappen van een koningin van zwaarden. Dit kan een gescheiden alleenstaande moeder zijn. Dus jullie kunnen te maken hebben met een gescheiden alleenstaande moeder of vader. Iemand die zijn muur omhoog heeft. Iemand die heel zelfverzekerd is. Weet wat ze wil. Weet wat goed voor haar is. En doordat er wellicht al een verleden is tussen jullie. Er zijn al herinneringen tussen jullie beiden. Kan het zijn dat deze persoon inderdaad wat afstandelijk is. En het kan zijn dat jullie op dit moment wellicht geen communicatie hebben, maar je voelt een hele sterke band met die persoon. Deze persoon staat wel open voor communicatie. En ik heb het gevoel dat jullie met die schildknaap van pentakels een aanbod willen doen. Een boodschap willen brengen aan de persoon. Inderdaad, een boodschap van stabiliteit. Een boodschap wellicht om het vertrouwen weer op te bouwen. Deze persoon, het kan zijn dat deze persoon jou niet vertrouwt of dat jij het gevoel hebt dat deze persoon jou niet vertrouwt met de koningin van zwaarden. En dat kan natuurlijk ook te maken hebben met het pijnlijke einde wat we hier hebben liggen. Het kan zijn, stier, dat jij een bijdrage hebt gehad aan dit pijnlijk einde voor de andere persoon. Dus je wil nu laten zien inderdaad dat er stabiliteit is en je wil iets nieuws. Je voelt veel passie voor die persoon. Je wil die persoon, ja, weer contact met die persoon opnemen. Waarom ligt hier het oordeel? Waarom ligt hier het oordeel? Waarom ligt hier het oordeel voor de stier? Ja. En die kwam er net ook uit bij het voorschudden, de kelken 3. Dus het moet zo zijn. De kelken 3 is goed nieuws, maar de kelken 3 kan ook een kaart zijn van hereniging met iemand uit het verleden. Samen een leuke tijd doorbrengen, het vieren van iets. Vreugde is dit, positiviteit. Je wil de lasten loslaten. Het kan zijn dat deze connectie voor jou inderdaad ja, een last is geweest door wat er wellicht is gebeurd tussen jullie in het verleden. En je draagt dit op je schouders. En het is nu tijd, je wil vieren, je wil vreugde, je wil geluk. En je wil samenkomen met deze persoon. En ook het samenkomen kan voor jou een last veroorzaken, doordat je niet weet hoe deze persoon gaat reageren. Wellicht gaat deze persoon in op jouw aanbod. Gaat deze persoon terug communiceren met de koningin van zwaarden? Dit is iemand die heel duidelijk, heel helder communiceert. En communicatie is haar sterke punt. Dus ik heb het gevoel als jullie inderdaad, als het resoneert en je gaat contact opnemen met deze persoon, dat jij zeker een reactie gaat krijgen van deze persoon. Waarom ligt hier de kelken 8? Kelken 8, welke situatie heeft de stier verlaten? Pentakels 10. Het kan zijn dat jij inderdaad een huwelijk of een lange termijn relatie hebt verlaten
met de 10 van pentakels. Dit is stabiliteit op financieel gebied, gezin, familie, huis, iemand waarmee je wellicht een gezin hebt, iemand waarmee je samenwoonde met de 10 van pentakels. Het kan ook zo zijn dat jij dit ziet met de persoon waar we het hier over hebben, met die koningin van zwaarden, dat jij met die koningin van zwaarden inderdaad een toekomst ziet en de 10 van pentakels, stabiliteit, financiële stabiliteit. Iemand die je kunt vertrouwen, een vertrouwd gevoel heb je bij die persoon, maar je kunt nog geen keuze maken. Ik heb eerder het gevoel dat het te maken heeft met iemand uit jouw verleden, stier. Iemand met wie je een lange termijn relatie of connectie hebt gehad. En het was voor jou heel moeilijk om inderdaad een keuze te maken. Om weg te lopen, om dit af te sluiten met de zwaarden 2. Geen keuze kunnen maken, de situatie niet willen zien zoals die is. Een blinddoek dragen, in je hoofd zitten hierover, want dit is wat bekend is. En stier is een vast sterrenbeeld. Vaste sterrenbeelden houden niet van veranderingen. Ook al zit je in een situatie die voor jou misschien niet prettig is, dit is wel een situatie die je kent, die vertrouwd is. En dan hoeft het niet per se prettig te zijn. Maar dan is het wel moeilijk om weg te lopen van die situatie en in het onbekende te stappen, als het ware. Ja, dat brengt weer onzekerheid met zich mee. En een energie van geen keuze kunnen maken, blijven vastzitten. Maar uiteindelijk zul je dus inderdaad die keuze maken. Want je gaat weglopen van een bepaald conflict met die kelken 8. En dit kan voor jou heel emotioneel zijn, stier. Mag ik 3 kaarten voor de persoon waar stier op dit moment aan denkt? Voor de persoon. 3 kaarten voor de persoon van stier. 3 kaarten voor de persoon van stier. Wauw. Nog 1 kaart voor de persoon van stier. De persoon waar stier aan denkt op dit moment. Nou, stier. De persoon waar je aan denkt, het kan zeker weten een soulmate zijn, zoals ik net al zei. Het kan iemand zijn die jou ook spiegelt op een bepaalde manier. Want als eerste kaart hebben we de kelken 2. Je voelt een hele sterke connectie met deze persoon. En deze persoon voelt die connectie ook. Dus mocht dat inderdaad onduidelijk voor je zijn, deze persoon voelt die connectie tussen jullie beiden ook met de kelken 2. Jij kunt iemand zijn die inderdaad stabiel is, succesvol is, al het nodige bereikt heeft als het gaat om financiële stabiliteit, carrière. En jouw persoon staat daar hetzelfde in. Is ook onafhankelijk, is wellicht ook al succesvol in zijn of haar leven. Heel zelfstandig, een go-getter krijg ik door. En we hebben hier kelken 10. Dus jouw persoon ziet jou ook als iemand om happily ever after. Ziet jou als iemand waarmee de optie, de mogelijkheid bestaat om gelukkig te worden met de kelken 10. Ja, zoals ik zei, een sprookjeshuwelijk, happily ever after. Jouw persoon ziet in jou iemand met wie ze, zij of hij inderdaad, de rest van haar leven wellicht kan doorbrengen. Maar bij je persoon ligt ook de krachtkaart. Dus je persoon kan zich terughouden. We hadden net die koningin van zwaarden. Tempt het beest in haar of hem. Leeuwenergie. Dus je kunt te maken hebben met een leeuw. En het kan zijn dat je persoon inderdaad bezig is met in haar kracht of zijn kracht terug te komen. Of er is moed of durf nodig om de stap te zetten om in het diepe te springen, als het ware. Waarom ligt hier de kracht voor de persoon van stier? De kracht voor de persoon van stier. Kracht wordt verklaard door de hangman en door de kelken 7. Dus het kan inderdaad zo zijn dat je persoon meerdere opties heeft als het gaat om zijn of haar geluk. En dat hoeft niet per se met meerdere personen te maken te hebben. Maar dit kan ook te maken hebben met je persoon is bezig met werken aan zichzelf. Zelfliefde. Het verwerken van eigen emoties. En op die manier gelukkig worden, als het ware. Of je persoon is bezig met het opstarten van
iets nieuws in zijn of haar carrière. Er zijn in ieder geval veel dingen, veel opties, veel mogelijkheden die een persoon heeft. En het is misschien nog moeilijk voor hem of haar om daar een keuze in te maken. En het kan ook zijn dat je persoon met heel veel dingen tegelijk bezig is en dat heel veel kracht kost van jouw persoon. Dan hebben we die hangman, dat is de situatie vanuit elke ooghoek bekijken. En op die manier proberen duidelijkheid te krijgen in een situatie en een keuze te kunnen maken. Dus het is nog moeilijk voor je persoon inderdaad om duidelijkheid te krijgen in wat voor hem of haar precies die kelke 10 betekent. Dit is het ultieme geluk, vreugde. Wat is hetgeen wat hem of haar dat ultieme geluk gaat brengen? Welke optie, welke keuze, welke richting wil je persoon uit? Maar ongetwijfeld voelt deze persoon die sterke connectie tussen jullie beiden met de kelke 2. Kijk, en onder op het dek, er moet een keuze gemaakt worden in de liefde. Met de geliefde tweelingenergie wederom. Dus je persoon heeft inderdaad de kracht nodig en heeft eerst inzicht nodig, duidelijkheid voor zichzelf, alvorens een keuze te kunnen maken. Dan wil ik nog kijken wat deze persoon tegen jou wil zeggen. We hebben hier wel, someone new is entering your life. Iemand nieuw komt binnen in je leven. Dit kan die persoon zijn die weer opnieuw in je leven komt. Doordat jullie de stoute schoenen aantrekken en een bericht wellicht gaan sturen of contact op gaan nemen met deze persoon. Wat totaal onverwachts kan komen. Maar dit is wel iemand, hier ligt de potentie om je toe te wijden om wellicht in de toekomst te gaan trouwen met deze persoon. Je ziet jezelf wellicht samen zijn voor de rest van je leven met deze persoon. Obstakels moeten overwonnen worden. En wij hebben hier een nieuw huis, een nieuw attitude. Dit kan ook te maken hebben met een afscheid wat er plaatsvindt met iemand waarmee je wellicht een huis gedeeld hebt. Dus het kan ook zijn dat er spullen opgeruimd worden, waardoor je het weer je eigen plek maakt, of dat je zelf letterlijk gaat verhuizen door een scheiding of wat dan ook. Kansen, nieuwe deuren gaan er voor je open. En je kunt heel erg gefocust zijn op het seksuele, op de passie, op de lust. Dat zie ik hier nog niet zo heel sterk terug, maar ik zie hier wel met de schildknaap van staven, de staven gaan over passie, over lust. Dus het kan zijn dat je heel erg fysiek, seksueel aangetrokken voelt tot de persoon waar we het hier over hebben. En dat je die persoon daardoor ook niet uit je hoofd kon zetten. Ook al is er een pijnlijk einde geweest. Dus jullie beiden aan het einde kan te maken hebben gehad met een derde partij. Met het feit dat jij misschien nog in een relatie zat met iemand. Wat wil de persoon waar Stier aan denkt tegen Stier zeggen? Wat is de boodschap van de persoon van Stier? Wat is de boodschap van de persoon van Stier naar de Stier toe? Wat is de boodschap van jouw persoon? Wat wil jouw persoon nog tegen jou zeggen, Stier? Wat wil jouw persoon tegen jou zeggen? I wish I could share my good news with you. Ik wens dat ik mijn goede nieuws met jou kon delen. Dus het kan inderdaad zijn dat jullie geen communicatie hebben gehad al een langere tijd. En deze persoon heeft goed nieuws, wat ze graag zou delen met jou. I'm starting to understand our connection. Ik begin onze connectie te begrijpen. Ja, en zoals ik zei met die kelke 2, deze persoon voelt hetzelfde als dat jij voelt, die sterke connectie. I replay our conversations over and over. Dus ik herhaal onze gesprekken keer op keer weer in mijn hoofd. I don't react when people mention you. Dus wanneer mensen het over jou hebben, dan reageer ik daar niet op. En dan, finding out the truth crushed me. De waarheid ontdekken heeft mij kapot gemaakt. Dus het kan zijn dat deze persoon inderdaad een waarheid over jou te weten is gekomen. Wat wellicht te maken kan hebben met een lange termijn relatie of een huwelijk wat jij
waar jij nog in zit of zat. En dat, dat deze persoon heel veel pijn heeft gedaan. En dat toen het contact ook is verbroken met de zware 10. Welke boodschap van het elfenorakel-universum mag er nog uitkomen voor de stier? Ik zie inderdaad dat jullie wel actie gaan ondernemen naar deze persoon toe. En die persoon is inderdaad ook bezig met het maken van een keuze. Welke optie is voor haar, voor hem of haar het beste? Welke boodschap van het elfenorakel mag er uitkomen voor de stier van maart 2022? De boodschap voor jullie stier is, ga naar buiten. Het is tijd om naar buiten te gaan. Stem je af op de krachtige vrede van de natuur en voel je er één mee, waar je ook bent. En ga naar buiten, dat kan ook betekenen, treed naar buiten. Dus het kan ook te maken hebben inderdaad met geen communicatie. Durf naar buiten te treden, durf je open te stellen. Maar vooral ook, ga in de natuur tijd doorbrengen. Voel je één met de natuur. Dus dat is de boodschap die ik voor jullie heb. Ik hoop dat het resoneert. Dan geef me een like, laat me een reactie achter. Vind ik altijd heel erg leuk. Abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben en het leuk vinden. En druk op die bel, dan kun je zien wanneer ik de volgende reading post. Voor degenen die zich al hebben geabonneerd, heel erg bedankt. En tot de volgende keer. Dag!